We krijgen wel eens vragen of je de OneWire sensoren, de temperatuursensoren, digitale temperatuursensoren op onze Metaforce, of je die kunt verlengen. Nou, we geven een advies af van 30 meter, maar in deze testen die we zullen laten zien, kun je bekijken dat ook lengtes tot 60 meter mogelijk zijn. We hebben daarvoor een rol dragerkabel gepakt, 4x0,8. Je ziet hier bij mijn vingers de meters staan, 35, 96, 95, 96 en 95, 38. Nou, dat betekent dat je dus bijna 60 meter aan de lengte hier hebt liggen. En daarmee hebben we dus de OneWire temperatuursensor verlengd, zoals je hier ziet. We hebben hem gewoon met een kwetstang hebben we hem verlengd. En je ziet hem ook in de app van Logitech dat effectief amper verschil maakt. Ik heb hem nu een paar keer op en neer bewogen, de temperatuursensor. Maar je ziet op de app dat de tweede van rechtsonder, dus de tweede van rechtsonder op de onderste rij, is nu 17,8 graden. Dat verschilt nu enkele tienden met de rest van de sensoren, maar ik heb hem net eventjes op de vloer gehad. En je ziet nu al dat hij zich gaat herstellen. En dat hij alweer naar de 18 graden kruipt. En hij zal dadelijk nog verder gaan richting de 18,5 graden. He, dus daarmee willen we even laten zien. Je ziet hem al naar 18,3 gaan. Terwijl hij nog hier keurig bij de andere sensoren, dat ik hem vasthoud hier. Dus je ziet gewoon dat het verlengen van de OneWire aansluiting met de temperatuursensoren, de digitale temperatuursensoren van Logitech, dat je het makkelijk tot 60 meter kunt verlengen, zonder dat dat invloed heeft op de metingen binnen de Logitech app. Daar ziet u nu ook al richting de 18,6 graden opkruipen, gelijk aan al andere sensoren. Goed, ook dat is dus mogelijk met het Logitech Smart Home systeem. Tot zover.